als je nu ziet hoe ze hier liggen met z'n drieën, dat is niet de realiteit van hoe hun leven een groot deel van de tijd was. En hij moet zich afgevraagd hebben na de dood van zijn dochter en daarna van zijn vrouw, van ja, in hoeverre had ik dat kunnen voorkomen? En dat, ja, dat moet heel erg geweest zijn. Zowel Hanneke als ik waren vereerden, maar als de klanten kwamen, dan waren wij vergeten. Hij was überhaupt geen familiemens. He was a family man in the sense that he loved his family, but I think he was very self-centered. In a sense, he managed his own destiny and he didn't let anyone or anything interfere with it. Hij was een winnaar, omdat alles wat hij in zijn leven wilde bereiken, dat bereikte hij ook. Dus het gebeurde bijna nooit dat iets anders ging dan hij dat wilde. Whenever a deal was done, he wasn't ever the loser. Van de 5000 Hiroshigas die bestaan heeft Tikotin heeft er 6000. Dus hij had alles op een gegeven moment, hij had alles. En hij kocht hele grote collecties, kocht hij op. It reminds me of him. This really smells like him. Huh? The cigars. Yeah, wow. It still smells like him. Yeah. Mm-hmm. Or he smelled like the cigars. Or probably, I presume.